Een Haitiaans koppel is afgelopen zaterdag omgekomen bij een woningbrand te Yarikaba in Saramaka. De 52-jarige OM, eigenaar van het pand, deed aangifte op het politiebureau Yarikaba. Hij verklaarde dat een woning aan de Robbie Gairachweg volledig in de as was gelegd. Het gaat hierbij om een houten woning die bewoond werd door een man en een vrouw van Haitiaanse afkomst. De man was bekend als Enol. OM merkte op dat de brand omstreeks 5 uur is begonnen. Samen met de brandweer zijn de twee verkoolde lijken onder zinkplaten getroffen. De personalia van de slachtoffers is nog onbekend. Het onderzoek in deze zaak duurt voort. In het resort Flora kreeg de politie woensdag een melding van poging tot brandstichting. Een zekere Milton R. meldde dat iemand gepoogd heeft brand te stichten in de computerruimte van een school. Milton R. merkte de poging tot brandstichting bij de aanvang van zijn dienst. De deur van de computerruimte heeft schroeischade opgelopen. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van Paramaribo.